got my first taste of you. You were just what I was looking for. Once I had a little, I had to have more. 'Cause I wake up moaning in the middle of the night. The sound of your name was all that sounded right. Came back to your door all soaked with sweat. Had to have you kiss before I stopped to. Zo voor het album en zo, dan heb ik het ook heel vaak over hoe belangrijk songwriting voor mij is. En dat ik het gevoel heb eigenlijk, dat het voor mij zo allemaal, ja, dat het echt pas nu begint. Omdat, nou ja goed, met liedjes schrijven, weet je wel, je denkt dat je emoties kent en zo. En nou, ik weet wat pijn is, totdat er gewoon best wel heftige dingen gebeuren in je leven. En, dat wat je dacht dat de vloer was van je emoties, de pijn, dat er gewoon, dat wordt gewoon ineens 100 meter dieper, weet je wel. En zo is het alles wat wijder en hoger en het is ineens allemaal, wauw, ik wist helemaal niks, denk ik dan. En dat is natuurlijk ook niet helemaal waar, maar toch heeft het me wel heel erg verrijkt. En met name met liedjes schrijven. En daarom zeg ik dat, als ik zeg van het begin pas, dat ik denk van, nu wordt het pas echt, echt. Nu wordt het pas echt van mezelf. En daar ben ik zelf heel erg enthousiast om. I don't know who you are. Are you rice blue or green? Do you believe the stars? I'm guiding you to me. Come to me. I just know.
en naar jouw muziek te luisteren. Maar voor jou persoonlijk ook een goede avond. En ik ben uitgenodigd, dat is een hele grote eer, om die avond even wat luisteren bij te zetten. En ik denk, ja. En ik denk dat ik kan het beste doen met gewoon een klein bluesje erbij. Als ik moet uitleggen wat jouw muziek betekent voor mensen, dan kan ik dat alleen maar doen. Door te zeggen wat jouw muziek voor mij betekent persoonlijk. When I feel bad, real bad. Diep in de nacht en als de grond, zoals je net zei, opeens 100 meter dieper is. Kent u dat moment? Diep in de nacht. Dat opeens het fundament onder je voeten vandaan zakt en dat je denkt, wie ben ik, wat wil ik, waar moet ik heen? Wat zijn momenten dan stap ik uit mijn bed en dan ga ik naar de keuken, maar steek ik een sigaret op, ga even zitten. Heb ik een fles voor mijn neus en mijn slok. En dan Ilse, luister ik naar I'm Not So Tough. Want we hebben allemaal een moment, dan weet je, vanavond ben ik not so tough. And then I call your bluff to let you see inside of me that wants you here and cries real tears. See the side of me that wants you here and cries real tears. And I'm thinking, I don't want the one I love. I want the one I love the most. I want him. He'll serve the one. Maar dan ben je er niet. En dan kan ik alleen maar naar je luisteren op mijn iTunes. En dan kom ik je een paar jaar later tegen bij The Voice of Holland. En dan ontmoet ik mensen die allemaal komen omdat ze weten, daar zit Ilse. En die gaat straks naar mij luisteren en ik wil dat Ilse mij goed vindt. En dat zijn allemaal meisjes die willen Ilse de Lange worden. En baby, er zijn nog heel veel jongens bij. En die willen allemaal Ilse de Lange worden. Omdat jij nooit vergeten bent waar je vandaan komt. En dat maakt jou ook zo ontzettend sterk. En dat maakt country ook zo mooi. Maar je kan veel meer dan dat. En je kan ook mooie popliedjes zingen. Daar ken ik ook een heleboel van uit mijn hoofd. En die betekenen ook heel veel voor me. Maar juist als jij zingt met je hart en ziel. En ik hoor waar je vandaan komt. En als ik allemaal lol. Ja. Dan denk ik, oh, dan ben ik toch een schat. Want in Almelo is altijd wat te doen. Is altijd wat te doen. Want een stoplicht gaat op rood en een stoplicht gaat op rood. Maar uit Almelo komt iemand die een liedje dan schrijft met Rob Crosby. Die zegt van ja, ook al ben je niemand, ik schrijf een liedje met je, dat is fine with me. Maar je bent nooit niemand geweest. Want jij was altijd al Ilse de Lange. Dat is niet normaal. Heel erg niet van die ego-trippen en zo.
En als er al eens een keer een egotrip erbij was, dan is die er nu niet meer bij. En dan ben ik heel blij met de mensen waarmee ik zo dagelijks zo achter de schermen nog van alles bekokstof en zo. Van wat zou nou eens doen gaan doen? Wat zou nou eens doen? Wat zou nou eens bedenken? En dat is mijn management, dat is Miranda, en dat is Paul, en Albert, en Maurice, en... Ah, weet je wel? Die zijn er altijd voor mij, en... dat is mooi. Ik heb ontzettende fijne band met de mensen bij Universal, en... het heeft heel veel voor mijn carrière ook gedaan, dat ik op een gegeven moment bij hun terecht kwam. En alle ruimte krijg ik daar om mezelf te zijn. En ik zou ook zeggen, het werkt ook anders niet. Dus dat is, ja, heel waardevol. En deze mensen van de radio wil ik ontzettend bedanken. Want, weet je, het is zo'n verschil, jongen, als je single hits hebt, hé. Jee, man, dat is een verschil, hé. Dat weet je niet. Dat is echt, in het begin, toen verkocht ik wel veel albums, maar singles was allemaal nog niet zo. Dus ik had niet echt hits of zo. Dan stond je op zo'n festival, jongen, en je uit de naad te spelen. Maar geen hond die liedjes kent, nu wel. Ah, dat is zo erg is dat maar niet. Maar ja, het is wel, pas wel bij dramatische muziek. Dus jullie allemaal bedankt dat jullie er zijn. En de fanclub bedankt, zeker Antonin Dion, hartstikke bedankt. En dat nog maar gewoon veel langer mag duren normaal, eigenlijk. Ja, dat. En dan gaan we nou een liedje spelen, kom. Been kicked 100,000 times, keeping all the